De miskamer is net leeggemaakt. De bewoonster is net vertrokken. En dit is dit is wat mensen dan dus krijgen als opvangplek. Dit is een tweepersoonskamer, dus deze kamer is in ieder geval ook groot genoeg voor twee mensen om te verblijven. Bed, Bad, Brood, de sobere opvanglocatie waar ongedocumenteerden in Nederland terecht kunnen voor de minimale levensbehoeften, staat onder grote druk. De regering maakte namelijk onlangs bekend de financiering hiervan per 1 januari stop te zetten. En dat baart onder andere bij Rotterdamse opvanglocatie Stichting Ros op Katendrecht grote zorgen. Nou ja, terwijl Rotterdam de tweede stad van het land is, hebben we de allerkleinste opvangcapaciteit. Want we hebben sinds 1 januari jongstleden hebben we 45 bedden verspreid over de stad. Waar we ongedocumenteerde migranten kunnen opvangen. Die bedden zitten nu ook allemaal vol. Nogmaals, dat wordt gesubsidieerd vanuit het Rijk via de gemeente. En dat geld komt weg te vallen. Dus we zijn aan het kijken wat moeten we met deze 45 mensen doen die er nu in zitten. En wat gaat er meteen gebeuren na 1 januari? Daar maken we ons grote zorgen om. Deze kamer is nu net leeggemaakt. Kun je wel heel eventjes filmen. Ja, het houdt niet over, hè. Dus het is zo dat we onze opvangplekken eigenlijk bij het ROS verdeeld hebben over eenpersoons, tweepersoons en driepersoonskamers. Dus je slaapt ook eigenlijk altijd met een kamergenoot op één kamer. En je deelt dan weer een gemeenschappelijke woonkamer en een gemeenschappelijke badkamer en een gemeenschappelijke keuken met in totaal 10 inwoners. Dus het is, dat is de situatie waar mensen moeten leven. Voor eerste instantie 6 maanden met intensieve begeleiding en met een heel klein beetje leefgeld, 7 euro elke dag. Dat is wat de LVV eigenlijk is. Ja, dit is de kamer. Dit is de kamer. Ja. En dit is je bed? Ja, dit is mijn bed. Ik woon... Nederland 42 jaar. Ik lopen, zonder papier, about te slapen. En de Ros helpt me voor hier slapen, goed douchen, goed washen. So, alsjeblieft, give me my help and the mensen. Nu de regering de steun gaat stopzetten, hoopt Maarten de gemeente Rotterdam te overtuigen dat het zowel moreel als financieel de juiste keuze is om een aantal BBB-locaties in stand te houden. Ja, dit kost een beetje geld. Daar hadden we het net wel even over. Dit kost een klein beetje subsidie. Toch is dit een van de allergoedkoopste opvangplekken in de stad. En het alternatief is dat mensen op straat komen te slapen, op straat rond gaan zwerven. Dat mensen eerder ziek worden, dat de druk op de zorg groter wordt. Dat ook allemaal weer geld kost. Dat mensen, dat er meer gehandhaafd moet worden, dat er meer politie op straat ook moet rond blijven rijden. Dat mensen misschien vaker ook hier in Rotterdam bij 16hoven in vreemdelingendetentie worden geplaatst. Daar kost een bed 250 euro per nacht. Als stad ben je spekkoper. Goedkoper kan het bijna niet dan dit. En vooral ook dat je als stad verantwoordelijk bent om mensen die op straat slapen, mensen die dakloos zijn, of je nou Nederlander bent of uit een ander land komt, dat je daar een bepaald basisniveau aan voorzieningen voor organiseert.